In deze tutorial ga ik een point-to-point link gaan configureren en ik ga VLAN gaan gebruiken om twee netwerken te transporteren van punt A naar B. Dit wil dus zeggen dat zowel het access point als de client als trunk moeten gaan fungeren. Om deze configuratie te demonstreren, ga ik gebruik maken van twee mini-AP's. Hoe we hier moeten aan beginnen, wil ik je graag laten zien. Wat is nu de opzet van deze configuratie? Ik heb hier een MikroTik router. En hierop ga ik twee VLAN's gaan configureren, namelijk VLAN 100. En VLAN 110. We hebben als trunk Ether 10. En we zitten hier maar, want ik moet een access point gaan configureren, want ik wil deze twee VLAN's gaan transporteren van punt A naar punt B. Hiervoor moeten wij het access point en de client als trunk gaan configureren, zodanig dat deze twee netwerken hier kunnen getransporteerd worden naar de switch. Wanneer ik hier nu een PC ga aansluiten op deze switch op VLAN 100, moet ik in deze IP range terechtkomen. En ga ik hier nu een PC gaan aansluiten op VLAN 110, moet ik in deze IP range terechtkomen. Hoe je dit moet gaan configureren, laat ik je hier zien. We beginnen met het realiseren van de point-to-point link en ieder MikroTik toestel die in deze tutorial wordt gebruikt is gereset zonder default configuratie. Oké, we gaan dus over tot het configureren van de point-to-point link. Ik begin met het access point en ik moet een bridge aanmaken. En in deze bridge stop ik Ether 1 en VLAN 1. Ik ga de bridge van een IP-adres voorzien, namelijk 192.168.100.2/24 en als SSID. SSID staat voor Service Set Identifier en dit is de netwerknaam die wordt uitgezonden door het access point. Deze ga ik point to point VLAN gaan noemen. Oké, we gaan dus over tot het configureren van dit access point. Punt 1. Maak een bridge aan en plaats Ether 1 en VLAN 1 in deze bridge. En punt 2, geef de bridge het IP-adres 192.168.102, want wij gaan VLAN 100 als privé-netwerk gaan gebruiken. Dit ga ik eerst en vooral gaan configureren. Dus ik ga naar de mini-AP en ik klik op bridge. En bij bridge klik ik op plus. De naam Bridge 1 is goed. Bij ports klik ik op plus. VLAN 1. Ik klik op apply. Copy. En Ether 1 plaats ik eveneens in deze bridge. Goed. Nu ga ik deze bridge van een IP-adres voorzien. Dus ik klik op IP adresses en ik klik op plus.
Ik selecteer de Brits en ik geef hierin 192, 168, 102, slash 24. En ik klik op OK. Om het internet bereikbaar te maken vanaf het access point, ga ik een default router gaan ingeven. Indien er een upgrade is van de router OS, dat het access point deze kan gaan afhalen via het internet. Daarom ga ik naar IP routes en ik klik op plus. Al het verkeer moet via de gateway 192, 168, 101 gaan. En dit IP-adres is het IP-adres van VLAN 100 die we gaan configureren op de router. Oké. Wat moet ik nog ingeven? Ik moet een DNS-server gaan ingeven. Dus ik ga naar IP. DNS. En als server geef ik 8.8.8.8 in en deze van Cloudflare 1.1.1.1. Oké. Nu we dit hebben geconfigureerd, gaan we naar de draadloze interface, want deze moet geconfigureerd worden als access point. We gaan dit wat in de vluchten gaan overlopen, want in mijn vorige tutorials heb ik al een point-to-point configuratie laten zien. Hier wil ik meer de VLAN configuratie op de draadloze interface gaan illustreren. Oké, laat ons kijken wat we hiervoor moeten gaan doen. Dus ik ga naar wireless. Ik dubbelklik op VLAN 1. Mode AP Bridge. De band die ik wil gaan gebruiken, only N. En de SSID is point-to-point VLAN. Wireless protocol ga ik voor NV2. En ik ga deze niet gaan beveiligen. Dit moet je maar bekijken in een van mijn vorige tutorials. Indien je daar gaat gaan kijken, zie je een volledige point-to-point configuratie. Country is bij mij hier België. Voor de rest hoef ik hier eigenlijk niets te doen. Dus ik klik op Apply en OK. Nu we dit hebben gedaan, ga ik het access point gaan inschakelen en gaan we even naar de to-do-lijst. Dit is onze to-do-lijst en wat heb ik hier al gedaan? Punt 1, punt 2 en punt 3. Punt 4 vraagt configureer het access point als trunk. Dit gaan we nu gaan bekijken hoe je dit kan gaan configureren. We gaan terug naar de mini-AP. We gaan hiervoor naar Brits, VLANs en ik klik op plus. We selecteren de Brits en we gaan hier de VLAN ID's, weet u nog, wij moeten VLAN 100 hebben en VLAN 110. De target poorten, deze zijn VLAN 1 en Ether 1. Dit zijn alle twee de target poorten, want er moet een doorverbinding gebeuren. Dus de draadloze interface moet verbonden worden met Ether 1, maar deze moet als trunk gaan fungeren. Dus target poorten, VLAN 1 en Ether 1. Ik klik op OK. Wat moet ik hier nog gaan instellen? Ik ga naar Brits en ik dubbelklik. En bij VLAN ga ik VLAN filtering gaan inschakelen en dit met het poort VLAN ID 100, want deze wil ik gaan gebruiken als ons privé netwerk. En ik klik ingaasfiltering aan en ik klik op OK.
en ons access point is geconfigureerd als trunk. Oké, laat ons nu overgaan naar het configureren van de client en we gaan dan verder bouwen met deze tutorial. Punt 4 is afgewerkt. En nu gaan we dus over tot het configureren van de client en de werkwijze is toch wel hetzelfde. Punt 1, maak een bridge aan en plaats Ether 1 en WLAN 1 in deze bridge. En we gaan de bridge een IP-adres geven, 192.168.103/24. Hiermee gaan we beginnen. Dus we gaan naar de mini-AP die we gaan configureren als client. Ik ga naar bridge. En ik klik op plus. Bridge 1 is goed. En ik klik op poort. Ik klik op plus. En we gaan terug WLAN 1 in deze bridge gaan stoppen. En ik klik nog even op plus. En we gaan hier Ether 1 ook in deze bridge stoppen. Dit gedaan zijnde gaan we nu naar IP. Adresses. En ik klik op plus. Ik selecteer de bridge en ik geef hierin 192.168.103/24. En ik klik op OK. Ik ga hier terug de default route gaan ingeven. Dus ik ga naar IP routes en ik klik op plus. Al het verkeer moet via de gateway 192.168.101. Dit is de router die we daarna gaan configureren. Goed, oké. We gaan nog even naar DNS. Dus IP, DNS. En ik geef hier in 8.8.8.8. 1.1.1.1. Dit gedaan zijnde gaan we nog even kijken naar de draadloze configuratie, want wij gaan verbinden met het access point die we daar juist hebben geconfigureerd. Dus we gaan naar wireless en bij Wi-Fi interfaces klik ik op WLAN 1. Wat kan ik hier doen? Ik ga hier country België gaan selecteren en nu ga ik naar scan. Ik klik op start en we zien hier direct point-to-point VLAN. Terwijl ik scan, selecteer ik de link en klik op connect. En we zien hier connected to. Hij is dus verbonden met het access point. Goed, oké, wat moeten wij nog doen? Wij moeten in plaats van station gaan we station bridge gaan selecteren. Indien je niet weet waarom ik station bridge ga selecteren, moet je even kijken naar een andere tutorial waar ik een point-to-point verbinding ga configureren en ik geef daar meer uitleg over. Maar ik wil hier niet te veel uitweiden om deze tutorial korter te houden. Dit is alles wat we moeten doen, dus ik klik op apply en oké. En we zien, we zijn verbonden. Wat ik nu nog moet doen, is het configureren van de VLAN op de client. Dus ik ga naar bridge. VLAN en ik klik op plus. We hebben hier als interface de bridge en hier in deze bridge ga ik VLAN 100 en VLAN 110 gaan configureren en terug de target poorten zijn VLAN 1 en Ether 1. En ik klik op apply en oké.
Nu deze is geconfigureerd, moeten wij terug de VLAN filtering gaan inschakelen. Dus we gaan naar Bridge. Ik dubbelklik op de Bridge. En hier ga ik naar VLAN. En ik vink VLAN filtering aan. Met als poort VLAN ID 100. En ik ga ingress filtering gaan aanvinken. En ik klik op OK. En de client is volledig geconfigureerd. Nu gaan we over tot het configureren van de router. En op deze manier gaan we stap voor stap deze configuratie gaan opbouwen. Goed, laat ons gaan naar de configuratie van de router. Oké, nu gaan we dus de router gaan configureren. En we gaan even kijken welke punten wij moeten gaan uitvoeren. Maak twee VLAN interfaces aan, VLAN 100 en VLAN 110. En gebruik als trunk Ether 10. Waarom Ether 10? Zoals je ziet is deze uitgerust met PoE en kan ik hier gemakkelijk de mini-AP gaan op aansluiten om deze demonstratie te geven. We gaan dus eerst over tot het configureren van deze router en deze is gereset zonder default configuratie. Goed, wat ga ik hier doen? Ik ga dus de twee interfaces maken en daarna ga ik via Ether 1 een internetverbinding maken door middel van een DHCP client. En wat moet er nog gebeuren? Wij moeten NAT gaan configureren zodanig dat ons interne netwerk, de twee VLAN netwerken, naar het internet kunnen via het externe IP-adres, namelijk de WAN. Oké, laat ons hiermee beginnen. We gaan naar de router. We gaan naar interface. En ik klik op plus. Ik selecteer VLAN en ik geef deze de naam VLAN 100 private. VLAN ID moet juist zijn en dat is 100. Interface, de trunk is Ether 10 en ik klik op OK. Om de volgende VLAN aan te maken, klik ik terug op plus en op VLAN. VLAN 110. En ik geef hier nu guest in. En hier VLAN ID is 110. En als trunk selecteer ik terug Ether 10. En ik klik op OK. Nu we dit hebben gedaan, ga ik deze VLAN's van een IP-adres voorzien en een DHCP-server. Goed, ik ga dus naar IP, adresses en ik klik op plus. De eerste interface is VLAN 100 private en ik geef deze het IP-adres 192.168.100.1/24 en ik klik op OK. Ik klik terug op plus en ik selecteer nu VLAN 110 guest. En deze geef ik het IP-adres 192.168.110.1/24. En hiermee is dus het IP-adres toegewezen en nu ga ik een DHCP-server configureren zodanig dat ieder netwerktoestel die gaat verbinden, deze gaat automatisch een IP-adres verkrijgen. Dus ik ga naar IP, DHCP-server en ik klik op DHCP Setup. Ik selecteer hier VLAN 100. En ik klik op Next. Ik ga dat niet allemaal gaan overlopen, maar je hebt hier al de controle. Gateway is 192.168.101, dus dat klopt allemaal.
De adressen die gaan uitgegeven worden door de DHCP-server ga ik vanaf 20 gaan nemen. En ik klik op Next. En als DNS-servers geef ik deze van Google DNS in. En deze van Cloudflare. Ik klik terug op Next. De lease time is allemaal goed. Waarom staat dat nu in het rood? Omdat de VLAN nog niet is aangesloten. Daarom staat dat hier in het rood. We gaan over tot het configureren van de tweede DHCP-server. Dus ik klik op DHCP Setup. Ik selecteer nu VLAN 110, CREST. En ik klik op Next, Next. En we zien terug dat de gateway wordt teruggegeven. Dus dat klopt allemaal. Dus Next. Ik ga hiervoor zorgen dat deze begint vanaf 20. Next, Next, Next. Oké. Okay. Dit gedaan zijnde gaan we even naar onze to-do-lijst. Wat heb ik hier nu al gedaan? Punt 1 en punt 2. Punt 3 verbindt de router via Ether 1 met de modem of router van de ISP en configureer een DHCP client. Dit gaan we nu gaan configureren. Dus we gaan terug naar de MikroTik router. En ik ga naar IP, DHCP client en ik klik op plus. We zien Ether 1 is onze WAN aansluiting en deze staat in verbinding met de router of modem van je ISP. Als we even naar de tekening gaan, zie je hier, ik heb hier een kabel aangesloten en deze gaat naar de modem of router van de ISP. Op deze manier gaan we een internetverbinding krijgen. Goed, dit gaan we dus gaan verwezenlijken. Dus ik klik nu op OK. En ik ga deze gaan activeren. En we zien, we hebben hier direct een IP-adres. En nu ga ik over tot het configureren van de NAT-instellingen. Want privéadressen geraken niet op het internet. Deze moeten als het ware vertaald worden naar dit ene IP-adres, namelijk het IP-adres die we daar juist hebben verkregen op de DHCP-client. Goed, laat ons overgaan tot het configureren van de NAT. Ik ga naar IP, Firewall, en ik klik op NAT. Ik klik op plus. Source NAT. Out interface is the one. Action. Masquerade. En ik klik op apply en oké. Okay. Dit is alles wat we moeten doen op deze router. Dit gaat hier eigenlijk niet over het configureren van de router, maar dit is ter verduidelijking van deze VLAN-configuratie op de point-to-point link. Goed, laat ons nu even overgaan tot het configureren van de switch, want dit moeten wij dus ook nog gaan uitvoeren. Wat hebben we tot nu toe geconfigureerd? We hebben de router geconfigureerd. En de point-to-point link, dat wil dus zeggen, dit is hier allemaal afgewerkt. Wat wil ik bereiken? Ik wil dus met de switch, en dat is dus een cloud router switch, de 326. Deze wil ik nu gaan configureren, zodanig dat de netwerken, deze hier, en deze, dat we hier hebben geconfigureerd op deze router, worden doorgegeven via de eerste 8 poorten voor VLAN 100. En vanaf poort 9 tot 16 VLAN 110. Als ik hier dan mijn PC ga op aansluiten, ga ik een IP-adres verkrijgen hier van deze router
en dit naar gelang de VLAN. We gaan dus de switch gaan configureren zodanig dat we dit kunnen gaan verwezenlijken. Ik heb dus de switch gereset zonder default configuratie en ik moet deze volledig gaan configureren. Ik ga eerst en vooral naar mijn website wirelessinfo.be en we zien hier MikroTik Cloud Router Switch 300 serie hulppagina. Ik heb dus de bridge en poort configuratie hier al aangemaakt. Dus ik ga hier een bridge aanmaken en alle interfaces moeten in deze bridge worden geplaatst. Dus ik ga beginnen met dit te gaan kopiëren. En ik ga dat sluiten. En nu ga ik terug de router gaan uitschakelen om het lawaai wat te reduceren. Dit is de Cloud Router Switch. En ik ga naar New Terminal. En ik ga de code die ik daar juist heb gekopieerd, ga ik hier gaan inplakken. Wij verliezen hier dus de verbinding, omdat de interface waarmee ik ben verbonden in de bridge is geplaatst. En daardoor is de status gewijzigd. Dus ik klik op Reconnect. En wat ga ik nu doen? Ik ga eerst en vooral controleren of alle interfaces in de bridge zijn geplaatst. En we zien hier alle poorten staan hier in deze bridge. Indien je dit nu met de hand moet doen, is dat een zeer tijdrovende zaak. En op deze manier is dat vlugger. Wat moet ik nu doen? We gaan even naar de to-do-lijst. Punt 1. Maak een bridge aan en plaats alle interfaces in deze bridge. Heb ik dus gedaan. En dit door middel van mijn website. Geef de bridge het IP-adres 192.168.104/24 en als trunk gebruik je poort 24. Dus we gaan even naar de switch en ik ga naar IP-adresses en ik klik op plus. Ik selecteer de bridge en ik geef hierin 192.168.104/24 en ik klik op OK. Ik ga terug een default route gaan ingeven, dus ik ga naar IP routes. Ik klik op plus. De gateway, dat is dus onze router en dat is 192.168.101. En ik ga ook nog DNS configureren. Dus ik ga naar IP, DNS. Servers, 8.8.8.8. En 1.1.1.1. En voor alle duidelijkheid, deze instellingen hebben niets te maken met de twee VLAN's. Goed, oké. Dit is puur om, indien er nu updates zijn, om deze te kunnen gaan afhalen vanaf het internet naar de switch. Goed, oké. Wat ga ik doen? Ik ga nu de VLAN's gaan configureren en ik ga naar de bridge. VLAN en ik klik op plus. En wij hebben VLAN ID 100 en de target poort is poort 24, want dit is de trunk. En de untarget poort van de VLAN 100 is Ether 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Apply, oké. En de tweede VLAN, ik klik terug op plus, is 110. En de target poort is 24. En de untarget poort is 9 tot 16. Dus untarget.
is 9, 10, 11. En zo ga ik maar door. Apply en oké. En wat moet ik nu doen? Ik moet aan de poorten een VLAN gaan toewijzen. Want ik heb hier nu de VLAN's geconfigureerd, maar ik moet nu de poorten gaan toewijzen aan deze VLAN. Dus ik ga naar poort. Ik klik op Ether 1 en op VLAN. En de poort VLAN ID, in dit geval is het 100. Ik klik ingress filtering aan en ik klik op OK. En ik doe dat ook voor Ether 2. En zo gaan we maar door. Dit is wel tijdrovend, maar goed, ja, dat is de enige manier om dit te gaan configureren. En ik zal dit waarschijnlijk wel even online zetten op mijn website. Goed, nu wij moeten Ether 1 de poort VLAN ID 110 geven. Dus zo gaan we door met VLAN 110. Nu we dit hebben geconfigureerd, moeten we de VLAN filtering gaan inschakelen. Dus ik ga naar de bridge. Ik dubbelklik en bij VLAN ga ik VLAN filtering gaan inschakelen en als poort VLAN ID geef ik 100 in en ik ga hier ingress filtering gaan aanvinken. Ik klik op OK. En nu is onze configuratie van de switch af. Wat ga ik nu doen? We gaan even naar onze tekening en we gaan dit gaan bekijken. Dit is onze tekening. Dus punt 2 is afgewerkt. Punt 3 is afgewerkt en schakel de bridge filtering in met de poort VLAN ID 100. Dit heb ik dus gedaan. Ik ga hier als trunk ga ik de mini AP gaan aansluiten en als ik mijn PC ga aansluiten op een van deze poorten moet ik het IP-adres 192.168.100... hebben. Ga ik deze hier gaan op aansluiten, ga ik 192.168.110 hebben. Dit ga ik nu gaan uittesten. Nu de configuratie is uitgevoerd, ga ik even de situatie gaan verduidelijken. Ik heb hier op de MikroTik router twee netwerken aangemaakt, namelijk de VLAN 100 en de VLAN 110. En als trunk heb ik Ether 10 gebruikt. En we zijn hier aangekomen op het access point. En om het access point als trunk te gebruiken, hebben we de twee interfaces, Ether 1 en VLAN 1, hebben we als target poort ingezet. Goed, dat wil dus zeggen dat de trunk wordt doorverbonden naar de client hier. En wij moeten uiteraard ook op de client Ether 1 en VLAN 1
als target poorten gaan instellen. Goed, daarom kunnen wij nu de trunk van het access point naar de client gaan doortrekken. Oké, dit gaan we nu gaan uittesten of alles werkt. Om uit te testen ga ik nu een netwerkkabel gaan aansluiten op de PC. En ik moet hier in de VLAN 10 terechtkomen. Dit wil dus zeggen dat ik een IP-adres van 192.168.100... moet krijgen. Goed, laat ons dit even gaan bekijken. Dit is de switch. En ik ga naar interface. En we zien hier Ether 1. Deze is aangesloten en dit is dus de netwerkkabel naar mijn PC. Ether 24 is de trunk en hier zie je ook wat verkeer opkomen. En nu gaan we even naar de DOS-prompt en we gaan kijken welk IP-adres ik heb verkregen. Dus ik geef in ipconfig en we zien 192.168.102.54 staan. Dit wil zeggen dat ons netwerk in orde is. En dit via de point-to-point link. Ik ga even pingen naar google.com. Want ik heb de router ingesteld dat ik internet zou hebben. Dus ik ga even pingen. En we zien inderdaad, ik heb een ping reply. Dus ik heb dus ook een internetverbinding. Ik ga nu mijn netwerkkabel gaan verplaatsen naar de Ether 9 op de switch. En daar moet ik een IP-adres krijgen van 192.168.110. We gaan dat even gaan bekijken. Dit is onze switch terug. En ik heb aangesloten op Ether 9. Goed, en nu gaan we even kijken welk IP-adres ik verkregen heb. Dus ik ga terug ipconfig. En we zien hier 192.168.110.253. Dus onze configuratie is geslaagd. En als we even kijken naar de ping, heb ik ook een ping reply. Dus onze configuratie is in orde. Wat ga ik nu doen? Ik ga een speedtest gaan uitvoeren. En terwijl ik deze speedtest ga gaan uitvoeren, wil ik toch wel even naar de access point of naar de client gaan kijken welke CPU load deze geeft. Daar gaan we nu even gaan naar kijken. Wat ik ook zeer belangrijk vind, is de CPU load van het access point en de client. Daarmee ga ik hier nu een speedtest gaan uitvoeren en we gaan terwijl kijken naar de CPU load. We gaan dus naar System, Resource. En hier gaan we kijken naar de CPU load met deze configuratie. We gaan de test starten. En we gaan eerst naar download. En we gaan even kijken. Zo, we hebben toch een snelheid van 50 megabit. En ik denk dat de CPU toch tot 22% is gegaan. Dit is nog aanvaardbaar. Hou daar toch wel eens rekening mee. Ik zit hier nu wel met een mini AP met een CPU van 650 MHz. En hou zeker en vast rekening met de CPU load. Goed, oké. Ik hoop dat deze tutorial informatief genoeg was en hopelijk zien we elkaar terug in een tutorial.